Yes. Ja, en straks ook met al die zeg maar keramische personages, zeg maar. Het is wel grappig als je die tekening ziet. Het is precies zeg maar weergegeven waar welke moet. Marcel Zame is een kunstenaar die in Nederland nog niet zo bekend is, maar internationaal wel. Hij zit ook in hele grote collecties, bijvoorbeeld in de Tate Gallery in Londen en MoMA in New York. Dus het verhaal gaat ook dat mensen als Brad Pitt en Jim Carrey werk van hem hebben. Dat blijft natuurlijk altijd een beetje in de nevelen gehuld. Zijn werk is volgens mij heel toegankelijk voor een heel breed publiek. Het is namelijk heel sprookjesachtig. En sprookjes hebben natuurlijk ook altijd een grimmige kant. En die grimmige kant is ook heel erg duidelijk aanwezig. De grootste diorama die we hier laten zien, die er ook gemaakt is, On the Banks of the Red River, is eigenlijk voortgekomen uit een tekening van Marcel Zama. En die tekening die heet You Gotta Make Room for the New Ones. En Marcel Zama heeft zo ontzettend veel ideeën en fantasie dat hij op een gegeven moment dacht, ik heb al zo vaak diezelfde wezens getekend. Die vleermuizen, allerlei gekke vogels, allerlei hybride wezens. Dat hij op die tekening allerlei personages deze wezens liet neerschieten. Omdat hij zei, er moet weer ruimte komen voor al die nieuwe wezens die zich in mijn hoofd bevinden.